Ja, jullie zien het ook wel weer, hè? Waar we weer zijn, hier. Precies dat. Oh, dit is zo leuk, hè? Aan de Jumbo hier. Ziet u nou hoe en hoe zacht het eigenlijk gewoon? Ja, want ik deed net met één vinger. Ja, nou, daarom juist. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 2 december 2022. En het is nu bijna 10:50 in de middag. Ja, en ik loop nu met mijn grote vriendin Lady buiten. Roos en met de twee zusjes. En wij wensen jullie gewoon weer heel veel kijkplezier. Dus... have fun! Ja, jullie zien het ook wel weer, hè? Waar we weer zijn, hier. Precies dat. Kijk, en daar komt Ro ook alweer aan. Ja, de auto staat mooi daar. Ja, kijk, dat dacht ik al, dat Ro dat zou gaan doen. Maar kennen jullie mijn auto zien te sporten? Kennen jullie mijn auto sporten? Ja, goed zo. Zo, helemaal goed. Best. Jij, en jij hebt weer muntjes gevonden of zo? Karretje gevonden. Zonder muntje. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Even wachten. Zo, yes. Kom maar. Rrt. Oh, lekker de warmte. Oh, lekker. Oh, wat is hier lekker. Oh. Het is hier beter als buiten. Hoi. Buiten staan we nog wel. Ja, dat is waar. Dus, hè. Oh, nou. Wat? Dan straks. En wat gaan we doen? Geen. Niet. Niet, niet eens. Ja, ik wacht zo maar ontvoerd voor jou. Huh? Ben je hier? Ben je bij mij? Jij wordt echt niet ontvoerd door mij, echt niet? Nou, moest dat? Ja, dat moest je. Ah. Anders mocht het niet werken bij jou. Oh. Oh. Ja, dat moest gewoon mee. Ah. Ja. Het bedrijf van je mag niet werken straks. Ja. Je kan het weer mooi vertellen, schat. Ja, dat is maar. Ja. Hou je nog een beetje van me? Nee. Niet? Nee, dat scheelt weer. Helemaal niks. Jawel hoor. Als Ro dat zegt, dan houdt hij juist heel veel van me. Dus dat moeten jullie niet zo echt serieus nemen. Roderick, ja, die zegt altijd het nee, maar dan bedoelt hij dus hoe ja. Ja, precies. Wat, schat? Nergens van. Niet? Nee, scheelt weer. Niet? Nee, ik hou niet van vanuit eten gaan. Helemaal niet. Iedere keer weer vervelend naar die winkels gaan en boodschappen te doen waar ik geen trek in heb. Gewoon vieze dingen gaan eten. Vieze dingen ja, nog wel? Dat moet allemaal, ja. Oh? Ik ook oh. Geen zin in. Hou ik ook niet van. Vieze niet? Dingen eten. Hou ik ook niet van. Niet? Nee. Oh, waarom niet? Dat vind ik niet lekker. Oh? Ja. Jammer dan. Ja, iedere keer een boterham met pindakaas mee. Ja. En ik moet zelf te speer. Ja, precies dat. Ja, daar is ik al. Ro, die moeten we echt gewoon niet zo serieus nemen. Echt niet. Die is gewoon een beetje gek aan het doen. Dus, wend hem maar gewoon aan. Maar hij houdt wel van me. Alleen hij laat dat gewoon niet altijd blijken. Nee, en ik ook niet altijd. Maar daar is ik al. Elke huisje heeft een kruisje, toch? Ja. Oh, dit is zo leuk, hè, aan de Jumbo hier. Heel veel medewerkers, die kennen ons, dus ik zeg net tegen een cashier van je blijft nou zitten waar je zit, hè? Nee, jawel. Is gewoon leuk. Is gewoon grappig. Rodi loopt ergens achter me. Geen idee waar, maar maakt ook niet uit. Eventjes mijn eigen dingetje doen, is leuk. Even kijken, wat hebben we hier allemaal? Ja. Eens even kijken, wat hebben we allemaal voor lekkers? Als het nog lekker is. Oh, nou ja.
Dat zijn, dat weet je nooit, hè? Mijn ervaring is nog wel. Oh, toch wel. Dat was mooi. Mij ook, bijna. Als je toch vandaag zoekt, dan weet je. Ja, dat is waar. Schnitzel, 4 euro nu. Van de week was het 2,50. 4 euro. 5 stuks. 50 cent. 2,70. Dat, en dat ga ik toch niet kopen nu? Even voor 4 euro. Normaal is het 8,51. Cent voor. En die is? 1,83. Die was ook 8,73. Ja, ja. Wauw. 80. 2,77. Dat is de goedkoopste. Ja, dat is mooi. Ja, joepie poepie. Niks voor mij. Nope. Knoppen naar de jentoot. Ik heb mosselen. Nee, hoef ik niet. Wauw. Wat, en wat ik wil, dat is dan zelf gewoon mosselen zoeken bij de zee. Maar dat is nu voor mij nu even te koud. Joh. Ja, dat is voor mij nu even te koud, ja. Oh. Ik ga wat halen. En wat ik ga halen, weet ik eigenlijk nog niet. Zal ik ook even een broodje voor onderweg zo meteen doen voor mezelf? Even zo. Maar is het vers of is het vers? Is die, nee, die zijn hard. De keizer wel. Hè? Wat? Ja, dat gaat, nee. Vier stuk. Ja, nee, lief. Nee. Nee, dat vind ik even niks. Eens even kijken, wat hebben we hier allemaal? Geen idee. Hè? Ja, dat kan allemaal, dat weet ik wel. Maar ik zit alleen even te kijken van wat ik wil gaan meenemen. Joh. Voor mezelf, voor onderweg, weg. Eens even kijken. Wel lekker uit, dat deel, kijk. Ziet er heel lekker uit. Maar, wat wil ik meenemen? Ja, dat is nog maar de vraag. Kijk, weet je wat ik nou leuk vind? Dat is gewoon beveiligerspesten. Dat is wat ik leuk vind. Zo af en toe, mwah, dan vind ik dat wel gewoon grappig. Ja, we hebben boodschappen gedaan. Ik ga nu Ro weer even naar de auto brengen. Ja, ook dat. De goedemorgen. Ja, helemaal goud. Zo, de... Het ding zat open. Ik moet wat even naar voren hebben. Helemaal goud. Zo. Bewaking en geactiveerd. Dat is handig. Zo. Top. Even die daar naartoe. Dit is handig. Hey, mag ik ook eventjes zo'n Tesla? Schat? Mag ik ook zo'n Tesla? Moest kijken. Bewaking en geactiveerd. Opnemen. Mag ik ook zo'n Tesla? Mij wel. Ideaal. Even zo'n ding, even hier achter, helemaal goud. Kijk, één pizza moet mee. Eén pizza moet. Moet hier blijven, pizza. En één pizza moet zometeen met jou naar de kelder. De kelder? Waar heb je nou die andere fles? Die, yes, nee, die moet even, die tas nog even daar. Zo, hartstikke mooi. Zo, deze moet even hier naartoe. Kijk, schat, kijk, lief, moppie. Voor jou eventjes, ter informatie, zulke fles hier graag. Ja? Ja, helemaal top. Ja, helemaal goed. Zo, die kan weer dicht. Zo, en dan gaan we zo meteen lekker... Ga ik er ook weer lekker naar huis brengen. Ja, en dan ga ik er van tussen. Ja.
It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Ooh, I hear you cool. No, 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 I hear
te wachten op mama. Die heb ik net even opgehaald, want die moest even wat geld pinnen. Jo, van de automaat. Dus ik heb hem even snel even opgehaald. Want ze zei ik als van, het is koud en ze was verkrampt. Cassie zei, nou, ik ben er nou toch. Ik zei al van, nou, wacht maar, dan haal ik u op. Ik zei, dan stapt u gelijk in de auto. Ik zei, dan doen we dat even. Oh, was helemaal blij mee. Maar dat is ook logisch. En morgen gaan we ook wat leuks doen. Dus, ja. Even geswelly. Zie ik er ook nog even, zeg maar. Hè? Ja, en het is een kleine moeite. Het is toch hier om de hoek. Voor mij dan, hè, met en met de auto. Kijk, en daar komt ze alweer aan. Dus ik zal even de deur even voor de open doen. Eens even kijken of ze het hadden. En? Ik heb. Haha, zei ik u toch? Zei ik u toch? Hé, ja. En ik had automatisch wil je naar rechts toe lopen, maar het is aan de linkerkant. Maar u heeft het wel. Kijk. Is dit nou dit? Ja. Hij, nee, niet. Nee, kijk. Nee, nee. We moeten nog even goed. En dan. Nu gewoon. Nou. Nu wel. Ziet u nou hoe zacht het eigenlijk gewoon moet? Ja, want ik deed het net met één vinger. Ja, nou, daarom juist. Van buiten lukt het me beter dan vanaf binnen. Ja, maar dat is gewoon hoe meer u in mijn auto gaat zitten, hoe beter het is, man. Kom hier. Kom hier, lekker ding. Zo, u zit nou weer vast in de gordel, ja? Ja. En verroer u niet, oké? Okay? Nee, maar ik zei net al en tegen de kijkers van, hè, van dat, en dat we elkaar net even aan de telefoon hadden. En dat u zei van ik ben helemaal verkrampt en eigenlijk moet ik nog geld hebben. Dat ik zei van, joh, wacht maar, ik haal u wel op. Want, dus ja. Je weet hoe het vroeger ging, hè? Hoe vaak had ik wel niet hulp nodig van een van wie dan ook om een jas los te maken. Dat ligt daar. Dat is gewoon een tas, boeien. Daar ga ik gewoon rustig overheen. Voordat het in mijn wielen komt. Ook dat kan namelijk. In je wielen terugkomen. En daar hebben we fietsertjes. Daar moeten we gewoon even op wachten. Zo moeilijk is het niet. Nee. Zo moeilijk is het allemaal niet. Zo moeilijk is het. Hij is dus rood. Oh, wat. Maar die booster is ja? Rood. Ja, mijn kijkers hebben hem nog niet gezien. Omdat hij staat in de schurende lader. Hij was niet helemaal vol, zei hij. Ja. Nou, hij moet wel vol. En ik wil hem toch weer optuigen en dat doe ik toch weer binnen. Ja, maar Emma, dan kan ik hem beter morgen even kijken. Want ik wil ook nog even slapen vanzelf. Ja. En je hebt geen voorrang, mevrouw? Goed zo. Nou ja, hij staat nou gewoon in de schuur, hoor. Ja, oké, maar... Dit heb ik opgereden, weet je dat? Is toch leuk? Is toch grappig? Mm-hmm. Ja, ook lang is dik. Ja. Maar ik moet denk ik nog, af en toe als ik eraan terugdenk, eraan lachen dat hij de auto in de Vlamingstraat had staan. Ja, nou ja. Want hij wist de weg niet en hij dacht dat alles dicht zat. Wat alles dicht, ik rijd zo achter mijn huis. Ja, lekker laten gaan, mom, hè. En kijk, als u echt rijlessen wil gaan nemen, dan is dat zeker niet bij hem. Maar Emma, dit was gewoon een proefles, uh-huh. Zeg maar. Omdat dit bij hem wel gratis is. Maar dan is het gewoon bij jonge Jan. Want dat heb ik van Linda, haar man, gehoord. Van, als ze wil lessen, dan kan het ze beter daar doen. Want die heeft ook automaat. Dus ik heb wezen googelen. Dus dat komt helemaal goed, mam. Komt helemaal goed. Ja, nee, maar. Komt de god. Oh, wat doe ik nou? Oh, strafpunten. Ja, het is even weer even een rare korte... Maar hopelijk toch wel weer een gezellige vlog. Hebben jullie nou genoten? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat even gelijk een leuke reactie en dan achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.